Ten eerste is het erg handig om gewoon je telefoon te gebruiken. Deze filmt natuurlijk makkelijk verticaal, is compact en licht. Daarnaast is het handig om een selfie stick of een klein statiefje te hebben voor de tofste shots. Probeer creatief te zijn. Zorg ervoor dat je het hele verticale scherm optimaal gebruikt. Gebruik beweging en zorg voor onverwachte hoeken. Ook kun je met verticale video het scherm makkelijk splitten in tweeën of zelfs in drieën. In TikTok kun je zelfs een reactie- of duetvideo's maken. Ga vanuit een bestaande video naar share en kies dan duet of reactie. Jouw video komt dan automatisch naast of in de bestaande video te staan. Handig. En een praktische tip, houd wat ruimte over voor tekst, call to actions, linkjes, dingetjes die je in je video wil plaatsen. Dit heb ik gemaakt met de app InShot. Nu we het toch over InShot hebben, het is natuurlijk het meest handig om verticaal te filmen. Maar als je al bestaande liggende beelden hebt, dan kun je ze ook bijsnijden met deze app. En wist je dat je met TikTok ook automatisch een slideshow kunt maken met foto's? Upload gewoon verschillende foto's en TikTok maakt er automatisch een slideshow van. Je kunt dan zelf een muziekje, effects en uiteraard tekst toevoegen. Dit kun je ook doen met de gratis app Quick. Dat was hem. Wil je nou nog meer praktische tips voor het maken van verticale video's? Of bijvoorbeeld weten hoe je dit soort trucjes doet? Laat dan zeker jouw vraag of reactie achter en dan zie ik jou in de volgende video. Doei!